Lang geleden schreven de profeten in Gods woord dat God de Messias zou sturen om zondaren te redden en hen te verzoenen met God. Het leven van Jezus laat duidelijk zien dat hij inderdaad deze door God beloofde redder van de wereld is. De profeet Jesaja schreef: "Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren." En dat gebeurde. God koos Maria uit, zij was nog maagd, om door zijn kracht zwanger te worden. Uit haar werd Jezus geboren. Het wonder van zijn geboorte, zoals het geschreven is in Gods woord, was Gods teken dat dit kind de Messias was. Hij wordt door God zijn eigen zoon genoemd. Als mensen Jezus zagen, dan zagen ze het karakter en de kracht van God. Hij genas de mensen en vergaf hun zonden en hij beloofde hen een plaats in zijn eeuwig koninkrijk. Jezus offerde zijn leven volkomen vrijwillig en droeg de straf voor alle mensen. Toen werd hij weer levend en liet hij zien dat zijn kracht groter is dan de kracht van de dood. Jezus de Messias zei: "Ik heb de kracht om mijn leven te geven en het weer terug te nemen." Het leven van Jezus kwam precies overeen met wat de profeten hadden geschreven over het leven van de Messias. Het bevestigde: Gods heilig woord is waar en onveranderd. Zoals de profeten verklaren: "Het woord van God is zuiver. Uw woord is eeuwig, o Heer." Jezus zelf zei: "De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen nooit eindigen." In het begin schiep God Adam en Eva opdat ze gelukkig zouden leven in zijn tegenwoordigheid. Maar ze vertrouwden God niet en waren ongehoorzaam aan zijn opdracht. Hierdoor konden ze niet langer in zijn nabijheid leven. In de Bijbel staat geschreven dat alle mensen hebben gezondigd. En het gevolg van zonde is dood. Zondige mensen kunnen niet leven in Gods tegenwoordigheid. Maar zoals God voorzag in een ram om te sterven in de plaats van Abrahams zoon, zo zond God Jezus de Messias om te sterven in de plaats van Adams nakomelingen. Zijn leven, dood en opstanding herstellen de relatie tussen God en alle die hun vertrouwen op hem stellen. Petrus zegt: "Jezus is degene over wie alle profeten gesproken hebben. Zij zeiden dat God de zonde vergeeft van iedereen die in hem gelooft. Daarom zullen zij die Jezus volgen ontkomen aan het oordeel om voor altijd met God te leven." Toen Jezus was opgestaan uit de dood, zei hij tegen zijn volgelingen: "Mensen zullen in mijn naam aan alle volken verkondigen dat God de zonde vergeeft van hen die berouw hebben en terugkeren naar hem." Ook zei Jezus dat hij de Heilige Geest zou sturen om altijd bij zijn volgelingen te zijn, om hen de waarheid te laten zien en kracht te geven Gods weg te gaan. Toen de zondige vrouw spijt had over haar zonde, ging ze Jezus volgen. Jezus zei tegen haar: "Je zonden zijn je vergeven. Je geloof heeft je gered." Jezus zei ook dat je van God gaat houden als je weet dat hij je zonde heeft vergeven. Jezus de Messias riep de mensen op hem te volgen. Toen de misdadiger aan het kruis in Jezus geloofde en aan Jezus vroeg hem te redden, zei Jezus: "Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn." Zij die een beslissing willen nemen om Jezus te volgen, kunnen bijvoorbeeld dit gebed meebidden: "Almachtige God, ik dank u dat u van mij houdt. Ik weet dat ik eigenwijs en ongehoorzaam ben geweest en tegen u heb gezondigd. Heer Jezus, ik heb u nodig. Dank u dat u ook voor mijn zonde aan het kruis stierf en dat u bent opgestaan uit de dood. Ik dank u dat u mijn straf droeg voor de zonde die ik heb begaan. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard u als mijn verlosser en Heer. Ik wil u volgen en gehoorzamen. Ik dank u dat u mijn zonde hebt vergeven en de weg voor mij hebt geopend om voor altijd met u te leven. Wilt u mij uw Heilige Geest geven om voor altijd met mij te zijn en mij vanaf nu te leiden? Wilt u mij helpen om zo te veranderen dat ik kom tot het doel waarvoor u mij gemaakt heeft? Ik dank u dat u mij hoort en ik er zeker van mag zijn dat u in mijn leven komt. Amen." Jezus zegt over zijn volgelingen: "Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij." De volgelingen van Jezus komen samen met anderen die van hem houden. Ze praten elke dag met hem.
Ze lezen aandachtig zijn woorden in de Bijbel. Ze willen zijn voorbeeld volgen en vertellen anderen over hem. Jezus wijst hen de weg en geeft hen kracht door Gods geest die in hun harten woont. Zij houden voor ogen wat Jezus tegen zijn volgelingen zei toen hij terugging naar de hemel. God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Wees er zeker van dat ik altijd bij je ben, tot aan de voleinding van de wereld.